Goedemorgen allemaal. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuw vlog. Het is vandaag donderdag en het is 5:10. En ik ben net wakker. Ik ga zo in bed ontbijten en alles. Maar bed is gewoon verslavend om erin te blijven liggen. Het is lekker warm en zo. Ik heb even ontbijt klaargemaakt voor mezelf. Ik heb weer lekker zoals altijd. Deze vakantie. Het zit niet heel goed. Melk met van die soort choco loops achter. En ik ga lekker in het zonnetje dit opeten. Oké, ik heb me een beetje klaargemaakt. Ik heb me aangekleed. Ik heb me ingesmeerd. Om natuurlijk niet te verbranden. Ik heb mijn tanden gepoetst. Ik heb mijn haar gedaan. En ik ga je laten zien wat ik aan heb. Daar heb ik dit roze hemdje aan. En die komt van de H&M. En dan een zwart kort broekje eronder. En die komt van de H&M ook. En dan ga ik mijn slippers aan doen erbij. Mijn zwartje. Dus dit is wat ik aan heb. Ik heb het bed ook weer even opgemaakt. Dat van mij en mama. Dus dat is ook weer helemaal top. Ik ga zo meteen... ik weet niet wat we eerst gaan doen eigenlijk. Oh ja, we gaan met de fiets. Gaan we fietsen even naar... een beetje over het strand volgens mij weer. En dan daarna gaan we lekker op het strand liggen. Dus het wordt voor de rest een beetje een stranddagje. Omdat we dat nog helemaal niet hebben gedaan. En deze vakantie. Nou ja, ik en mama wel een uurtje ongeveer. Maar we willen wel nog echt gewoon even op het strand liggen. Dus ja, ik ben helemaal klaar voor de dag. Ik heb een bananenmilkshake. En Meid heeft, wat heb je? Ook hetzelfde als jouw smoothie. Oh. Oh, shit. Echt lekker. Lekker koud ook. Oh, zo lekker. Oké, jongens. Meid zegt dat het een hele mooie wc is. Dus ik ga even kijken welke. Oh, deze. Oh my god. Wauw. Het is echt mooi. Jongens, we zaten trouwens net op de fiets. En toen op de fiets zaten, zaten we zo'n mannetje. En dat had ik ook dit. Oh, alweer. En die ging, die ging hardlopen. En was echt vet gewoon. Oh, hij ging eigenlijk gewoon een soort van lopen. En niet echt hardlopen. Dat is echt een zin of zo. Ja. Slow motion. Ja. Mama is bikini aan het passen. Oh, en wij zijn aan het wachten. Ja, en mij staat bloed op de been, want ze, hoe heet het? Schaafde zich aan de fiets. En dat heeft echt fucking pijn. Ze lag nog net niet op de grond. Van het huilen. Nee, grap. En ik en mij zijn Engels aan het praten. Because it's very good for ons English. Yes. We're speaking English right now. Yes. Jongens, ik ben dus thuis. En zoals je ziet heb ik net een beetje gehuild, want ik mijn hele teen lag een soort van open. Ik heb nu een pleister, soort van. En oh, die is zoveel pijn prikt. Ik heb het even schoongemaakt onder mijn douche.
En nu heb ik een pleister, dus ik ga even een beetje rust aan doen. Daarvoor helemaal niet zoveel. Kookvlog! Making chops. En daar ligt de prinses. Zij moet wel even duiken nemen. Hallo! Hallo! Is het goed? Ja, nou, niet echt. High five op de vlog. Nou, lekker harder. Sushi voor mevrouw. Nee, niet alleen voor mij hoor. We hebben wraps. Goeie. En sushi. Nou, denk ik wel, denk ik. Ah, waar ben ik nog mee? Oké jongens, dit is onze room voor onze video. We gaan nu een video. Ik heb dat helemaal niet gezegd. We gaan een video opnemen, namelijk een shoplog. Ja. Van wat we gekocht hebben. Deze vakantie. Gaan we nu even opnemen en dan zie ik jullie later weer. Oké, we hebben net de video opgenomen voor de shoplog. Het was wel gewoon veel werk of zo, want we moesten eerst natuurlijk alles laten zien en daarna alles aandoen. En beelden schieten. Ik vond het wel heel erg leuk om op te nemen. Alleen het was wel een beetje gedoe. En ik moest echt iets van 3-4 truien aan. Dus dat was echt top, hè? Met dit weer. Echt top. Not. Maar goed, we gaan nu gewoon naar het strand lopen. Ik heb hier de tas met spullen voor het strand. En dan gaan we nog heel even op het strand liggen. Het is bijna 4:15. Jij moet balen. Nee. Doei. Ga. Jij gaat erin. Nee, nee, nee. Doe normaal. Wat is dit? Oh my god. Ik ben al heel lang thuis. En wat jullie het laatste hebben gezien is dat ik... Oh nee, dat Jordi in een vijver sprong. En toen zijn ze dus naar huis gelopen van het strand. En toen heb ik gezwommen in het zwembad. En YouTube gekeken op het bedje. Was heel chill. En wat chippies gegeten. Toen heb ik gedoucht. Nu heb ik me aangekleed. We gaan zo naar het oude centrum van... Van Marbella, waar we ook met opa en oma zijn geweest. En dan gaan we daar wat tapas eten. Want het is de laatste avond in Marbella. Ik kan me best voorstellen dat jullie je afvragen waarom we elke keer zo laat eten. Maar dat is dus best wel Spaans. Omdat je dan in de middag warm eet en in de avond dus niet zoveel eet. En wij dat dus nu ook doen. En wat ook wel leuk is om te vertellen. Precies een jaar geleden. Ik doe nu bijna een jaar aan YouTube. Want vorig jaar herfstvakantie, dat was de Mallorca vlogs. En toen was ik vlog ik dus weer. Dus dan ben ik een jaar bezig. Nou ja, bijna. Omdat de Mallorca vlogs 20 december was. Ja, kwam je online. Hoe weet je dat nog? Dat heb ik net gezien toevallig. Oh. 20 december dus. Dus dan is het even feest. Banaan. Zal ik hem snel pakken? Ja. Ja. Er is een bananenboom, jongens. Er is een banaan gevangen. Oh my god. Kijken. Oh my god. Echt cool. Zou je voor dat ze dat in Nederland hebben? Nederlands vlag. Ja. Hebben we niet. Niemand doet dat. Nee. Zeker even een blauw duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal hier beneden. Als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie morgen weer.